De natuur is het mooiste wat er is. Daar kunnen wij niet mee wedijveren. Als organisme ben je gewoon één groot samenlevingsverband. En dat is heel raar om te beseffen, maar die natuur die is zo complex en zo mooi. En we denken elke keer dat we een klein stapje doen in de richting van het begrijpen, maar het is... Ik wil ermee samenwerken en ik wil er niet... Ik werk daar mee en niet er tegenin. Vaak wordt het gezegd als natuur versus cultuur, maar dat is echt absoluut niet mijn ding. Dat gaat helemaal om het... om de symbiose. In het gravel zijn zaden terechtgekomen, voornamelijk van die berk aan de overkant. Daar die twee grote berkenbomen. Berken zijn onder andere pioniersplanten. En die hebben waarschijnlijk hier al een paar jaar gegroeid en die worden netjes gemaaid. En toen we hier aankwamen was het helemaal kaal, stond er geen sprietje. Maar ik vond wel de wortelknolletjes in het gravel en daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ik heb nieuwe lijnen neergelegd, of nieuwe oude tweedehands lijnen van een tennisbaan. Straks hangen we het net nog op en ik blijf het hele jaar, of de hele tentoonstelling en misschien nog iets daarna, blijf ik met een maaimachientje boven die lijnen maaien. Zodoende dat je het allersimpelste doolhof aller tijden krijgt, maar dat binnen het onkruid of binnen de berkenboompjes die misschien wel een meter op kunnen schieten, dan blijf je een soort vide, een soort strook houden met daarbinnen de lijn. Het werk heet lawn tennis en lawn tennis was ook de allereerste vorm van tennis. Gewoon met een bal op een grasveldje. En dat is ook een pionier voor wat later gravel is geworden of zeg maar de kunstgrasmat en de blauwe tennisvelden. Dus in die zin refereert het ook weer terug naar de alleroudste vorm van tennissen.